anders dan uw belastingmannetje. Die zou wel eens opgepakt kunnen zijn vanwege fraude. Afgelopen week deed de opsporingsdienst Fiat verschillende invallen in heel het land. En hield twee verdachten aan. Zij sjoemelden met de aangifte inkomstenbelasting van hun klanten. Ilan, wat is daar precies gebeurd? Die belastingadviseurs die zorgden voor hun cliënten dat ze extra aftrekposten invulden. Bijvoorbeeld hogere ziektekosten. Mm-hmm. Extra giften die ze hadden gedaan. Goede doelen bijvoorbeeld. Zodat die belastingdienst, dat de klanten minder belasting hoeft te betalen. Inkomstenbelasting. De belastingdienst die heeft gegevens geanalyseerd. Ook van die adviseurs. En die zagen, hey, dit is wel gek. Ze hebben bij heel veel van die klanten die aftrekposten opgevoerd. En zijn op onderzoek uitgegaan. En hebben dus overal en ergens invallen gedaan. En hebben die adviseurs dat geld in de zak gestoken? Hoe werkt dat? Nee, dat hebben ze niet in de zak gestoken. Het was om extra klanten te trekken waarschijnlijk. Hè. Dus dat ze zeiden van nou, wij kunnen voor jou meer terugverdienen bij de belasting dan de buurman. Dus kom bij ons. Maar ze hebben het niet in eigen zak gestoken. Oké. En ik begrijp, je blijft zelf altijd verantwoordelijk, toch? Voor die aangifte. Ook al vult iemand anders hem voor je in, jij bent verantwoordelijk? Ja, jij zet uiteindelijk je handtekening onder je belastingaangifte. Dus jij bent verantwoordelijk. Ook als er iets mis is. En dat kan natuurlijk flinke consequenties hebben. Hè. Bijvoorbeeld omdat je een naheffing krijgt. Maar ook bijvoorbeeld dat je een te hoog inkomen hebt. Hoger inkomen dan dat je hebt ingevuld. Mm-hmm. Dat je ook weer allerlei toeslagen moet terugbetalen. En het kan ook zorgen dus dat je een boete krijgt. Of zelfs uiteindelijk voor de rechter komt. Dat je maar ook al heeft dat mannetje, het zijn vaak mannetjes, hè, die belasting... Mannetjes, ja. Ook al heeft die met opzet de fout gemaakt, dan ben ik nog steeds de Sjaak. De Belastingdienst kijkt uiteindelijk wel naar verwijtbaarheid. Dus jij bent verantwoordelijk, ja, maar valt je ook wat te verwijten? Waarschijnlijk een groot deel niet. Die hebben te goede trouw deze mensen ingehuurd. En die krijgen dus wel een naheffing, maar komen niet voor de rechter. Mm-hmm. Maar er zullen ook mensen zijn die het wel hebben geweten. Die willens en wetens hebben meegewerkt. En waar ligt dan de grens? Hoe bepaal je dat? Of je dat is natuurlijk heel moeilijk. Kijk, als jij de ziektekosten opvoert en je bent helemaal niet ziek geweest. En de belasting kan het aantonen. Dan kan je natuurlijk heel makkelijk zeggen, ja, je wist dat daarmee gesjoemeld werd. Hmm. Maar wat nou als je een paar maanden ziek bent geweest en jouw belastingadviseur heeft gezegd, dan kun je je dekbed overtrekken en weet ik veel wat allemaal aftrekken als ziektekosten. Hè, dan wordt het alweer een schemergebied. Okay. Dus het is best wel lastig. Hey, en ik heb ook zo'n mannetje en die is volgens mij best betrouwbaar. Maar hoe check ik dat? Ja, ik kan bellen of die toevallig vast zit. Dan weet ik, dat is niet goed. Maar vanuit gaan dat niet geval is. Hoe check ik of mijn mannetje betrouwbaar? Dat is dus heel erg lastig. Hè? Laat ik het zo zeggen, als hij om je DigiD vraagt, dan moet je hem sowieso niet nemen. Want een goede belastingadviseur heeft zijn eigen software. Die moet je laten machtigen. Dus dat valt wel mee. En er zijn wel een aantal organisaties, hè, mm-hmm, beroepsorganisaties. Zoals de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. En het Register Belastingadviseurs. Zorg dat je dat logo ziet bij je belastingadviseur. Dan weet je in ieder geval dat je nog ergens in beroep kan. Okay. Bij een terugcommissie bijvoorbeeld. Dank je wel, Ilan Sluis, over de